Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van Call of Dudes. En we zijn aangekomen bij de Mad Dogs. En de Mad Dogs is een wapentje die best wel weinig en veel wordt gebruikt. En ik weet niet. Ik weet niet wat ze met het wapen hebben gedaan. Maar volgens mij is het wat slechter geworden. Volgens mij is het ook niet slechter geworden. Ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben. Maar ik zie niet meer heel veel mensen met deze wapen spelen. In het begin heel veel mensen. Maar echt de Black Ops moment van nu, wordt er en niet meer veel mee gespeeld. Dus ik ben benieuwd als er nog veel mee wordt gespeeld. Dit is eigenlijk een beetje de class die heel overpowered is. De Eloscope, Quick Draw 1 en 2 en een stok. Nou, we gebruiken gewoon Stimshot, Scavenger, Gunho en Dead Silencer. En dan, ja, dat is eigenlijk wat wij gaan gebruiken. Wij gaan potje joinen. En dan zie ik jullie bij TDM 1. Potje 1, ik zie jullie daar. Dan gaan we kijken als wij kunnen winnen. En dit is de Costrix wat ik gebruik. Gewoon hetzelfde als de vorige video. Gewoon UAV, Hellstorm en Sniper's Nest. Dus tot zo bij potje. En ik zie jullie daar, tot zo. Oké, we zijn aangekomen bij Icebreaker TDM. En ik ben benieuwd. Dit is ook sowieso de eerste potje van mijn dag. Wij gaan kijken als we kunnen winnen. En wat voor camo ik op eigenlijk op heb is gewoon... Ik heb gewoon... Oké, mijn aim is bad. Ja, de camo die ik er nou op heb, die moet ik nog even halen. Maar dat zien we dan wel. Dat komt allemaal voor elkaar. Oké, ik ben echt tering slecht. Dit is ook het eerste potje van mijn dag. Ik ben ook net klaar met werken en... Dit gaat niet volgens de plan. Voor mij is de class wel een... beetje aangepast volgens mij. Oh mijn god, twee kanten worden gewoon neergesniped natuurlijk. Ik moet even inwennen, want ik ben ook weer net vrij van werk en... een beetje zwaar werk wat ik allemaal doe. Ik ben ook niet echt gewoon niet in mood om te gamen nu. Oh. What the fuck? Hij liep er wel. Kijk, pak hem. Beter. Nou één. Oh mijn god. In de rug ook gewoon, hè. Dat is not nice. Sorry. Och mijn god, zitten er meer dan één of twee? Hij moet eventjes gewoon inkomen. Dat komt wel goed, dat komt wel goed. God, wat doen die? Wat doen hun, jongen? Kijk dan, jongen.
Dit potje is een beetje... moi. Inkoompotje dit. Allemaal inkomens. Oh, daar zit er ook... Ik zou het niet willen challengen, maar... Van het deert water, kan niet anders. Oh mijn god. Oh mijn god. Volgens mij hebben ze... Volgens mij hebben ze die... Maddox wel een beetje aangepast. Ach, what the fuck? Oh, echt. Dit zijn van die kutpotjes, dit. Ik ben een beetje stil, maar ik wil ook gewoon weer winnen. Dat is een beetje jammer allemaal hier, oh. Hoe kunnen hun mij in... Ah, echt. Dit is onzin potjes, dit. Kijk, daar lopen ook zo'n één te campen. Teken dit, zegt hij. Daar komt gandeerd een. Daar loopt er ook een in die boot. En achter mij ook, sowieso. Ja man. GKS is beter dan een rifle. See you guys. GKS is beter dan een rifle. Dus pak gewoon lekker submachines, want rifles zijn toch niks. Wat een kutpotje dit. We gaan sowieso het tweede potje doen, want dit is gewoon echt een kutpotje dit. Dit is gewoon geen potje meer, joh. Dit is gewoon een inkooppotje. Ja, dat is echt kut. Oké, we zijn op de map jungle met TDM. En we hebben Nomad. Ik wil even gewoon andere dinges. En ik ben serieus het hoogst van heel potje. En ik zie al dat wij in een noob team zitten. Andere teamen allemaal prestiges. En ik het tot dan. Ik totaal gewoon niet. Ik ben de hoogste van heel die team. What the fuck? Ben jij een kutcampertje, pik? Lekker voor je. Lekker pik. Gaan we mooi even niet doen, hè? Zo'n karretje achterna lopen. Dat is niet wat we wilden, hè? Laten we even kijken wie de baas is, hè? Pak hem. Pak hem, ja, hè? Oh, ga. Hè? The fuck? Oké. Er zat een fucking... What the fuck? Ja man, één bot hier, oh jongen. Dat kan niet anders. Die guy heeft sowieso één bot.
Oh nee, ik ben niet de enigste hoogste prestige. Ze doen nog een prestige 6 in. Ach ja man, joh, homo snipertje jongen, echt. Dat het ding in reet man, heb je nog wat te doen? Niet lopen stoelen met een kutsnipe van je. Ik ben er echt helemaal niks met. Hij mag blij zijn dat ik niet eens zo goed ben vandaag, want ik had hem al lang naar tyfus gehoord. Oh mijn god, dat is die guy met die Titan die loopt te campen. Die is voor mij met longshots bezig. Ik ga hierheen, want hij staat daar. Dan kom ik hier zo eruit schakelen. Als hij überhaupt hier nog wel staat. Pik, wat doe je? Oké, die guy, die guy met die annihilator, die is mooi dood. Dus dat is eigenlijk een soort one shot. Oh, heb je hem gewoon? Lekker pik. Nice. Oh my god, die Titan, dat is echt een noob. Dat is serieus een noob. Die kan gewoon niet anders. Die kan gewoon niet anders. Dat is gewoon de enigste wapen waar hij ook mee speelt volgens mij. Of hij is met gold bezig. Maar dat denk ik niet. Nog zo'n Titan, jongen. Oh. Hup, doggy erin. Ja, hup. Focus maar op mij. Goed zo. Lekker teammate. Goeie timing. Dat wil ik graag zien, meer zien. Dat is wel mooi, man. Dat hij op mij focuste, terwijl een teammate in zijn rug zat. Ja. Oh mijn god, jongen. Be advised, hostile attack deploy beacon active. Zag er ook al aankomen. Dat zat er ook al aankomen, bedoel ik. Ze spelen wel graag met Titans hier, hoor. Want mijn team speelt zelf ook gewoon met Titans. We gaan wel lekker. Denk ik. Oh, ze zitten allemaal te campen volgens mij. We beginnen 7 om 9. Ik ben niet op mijn best. Maar dat gaat meer om de Maddox. Maar de Maddox speelt wel fijn gewoon nog. Hij is een klein beetje wat minder geworden met de damage volgens mij. Ja, hij is dus met longshots bezig. Daarom is ze zo ook met die Titan bezig. Maar ja, Mad Dogs is wel lekker fijn. Voor mij wel echt een aanpas. Hij is voor mij wel een beetje aangepast. Wel wat minder geworden met damage qua hier richten en zo. Misschien qua damage is het wel wat minder geworden, maar het is nog wel gewoon een lekkere gun. Ja, dat
Want we mogen zeker niet klagen. Laten we daarop houden. Oké, we zijn op Team Deathmatch. En de map is Ashinda. Dit is niet mijn favoriete. Het favoriete map. Gewoon best wel een categorie kut map. Deze map mag wel wat beter. Dat Hey, hallo. Teammate. Oh mijn god, teammate, jongen, lekker. Ik dacht al, what the fuck, jongen. Maar het is goed gekomen. Ze zijn er zelf ook achter gekomen dat iemand daar kwam. Ik dacht al, voor mij komen ze er nog niet achter. En dan zit je daar. Heel veel kills. Daar komt sowieso één. Dit is echt zo'n map. Dat alleen maar de gevecht in het midden zit. En nooit hier ofzo. Dat altijd zo. Bij deze map. Wat een kutnoep, jongen, dat. Die King Max. What the fuck, jongen. Toch maar van rifle naar shotgun gaan, jongen. Toch maar niet proberen. Huh? What the fuck, jongen. Hij staat er gewoon op te wachten. Hij gaat zelf niet eens rushen. Kom op, man. Je hebt shotgun, jongen. Kutnutje. Denk jij aan dat jij body armor hebt dat ik je mij eerder kan killen? Donder op, man. Ga weg. Oh, ja, dat is headshot. Dat is headshot, ja. Maar iedereen gebruikt die. Dat is spray sniper. Als een spray sniper. Ik ga hier langs. Let me op. Zul je net zien. Oh. Zitten allemaal daar. Friendly tech deploy beacon offline. Our tech deploy beacon is offline. Kut. Er zat daar wel één dus. Ik had dat niet door, man. Ik had niet door dat hij daar zat. Ik dacht, ik zit gewoon wel goed of zo, maar... Nee, hij zat daar wel gewoon dus. Maar... Nee, ze spannen daar niet. Hond inroepen. Oh, kut. Ja, tuurlijk. Hond, maak even kills daar, hoor. Killen, jongen, kutnut. Hij is echt noob, jongen. Mag geen shotgun gebruiken. Kom op, man. Pak gewoon een rifle of zo, jongen. Dat speelde net ook al met. Hij speelde net ook al met rifle.
Oké, dat was... Oh mijn god. Die Hades is ook te overpowered. Ze moeten die light machines wat minder maken. Komt. We hebben wel gewonnen. 1 verloren. En 1 gewonnen en 2 gewonnen. En 1 verloren. Lekker. Ja, is wel lied vandaag. Oké. Ja. We gaan afsluiten. En ik zeg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, like te doen. Mad Dogs is nog wel gewoon goed. Alleen, ja, ik weet niet. Ik zal hem niet zo snel gebruiken. Laten we dat ophouden. Ik weet niet. Ik ben niet echt een Mad Dogs fan. Ik was eerder wel Mad Dogs fan. Maar hij is voor mij echt wat minder geworden. Qua damage en zo. Dus dat is wel al jammer. Hij is gewoon echt gewoon minder geworden. Dat kun je ook merken. Als je hem eerder wel gebruikte. Een paar maanden geleden of zo. Een maandje geleden of zo was hij voor mij nog veel beter. En nou is het wel gewoon echt slechter geworden. Ja, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Een like doen. Ik zie jullie later. Doe even een belletje. Doe even delen en zo. Ik zie jullie later. En tot de volgende keer. Morgen opnieuw een nieuwe video. 3 uur. Pauw.